Op het Catharinaplein zijn opnieuw twee bomen weggehaald. De eiken zijn deze week gecontroleerd door de leverancier. Die constateerde dat twee van de 17 bomen het niet gaan redden. Volgens de gemeente heeft de dood van deze eiken niets te maken met de problemen met de bomen van vorig jaar. De eiken staan nu op pot met goede boomgrond. De twee dode exemplaren zijn waarschijnlijk te laat geplant. De twee eiken worden voorlopig niet vervangen omdat de leverancier nu geen vergelijkbare bomen beschikbaar heeft en daarnaast hebben de eiken geen overlevingskans als ze in de zomer worden geplant.